Zeker hoor. Dat heb jij gedaan. Mal hoor je op Noord. Aan de lijn heb ik Ibi Potlatch. Ibi, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wisten wij nog maar zo zeker wie dat had gedaan? Ja, ik dacht dat jullie mij konden helpen, maar... Hebben jullie niet iemand zien lopen met het roze beeld? Nee, ik niet in ieder geval, want voor jou is het weekend in ieder geval niet goed verlopen, Ibi. Nee. Wat is er nou precies gebeurd? Nou, wij werden zondag wakker en gewoon een lekkere zondag. We wouden natuurlijk lekker ontspannen zoals iedereen wil. En mijn vrouw deed de gordijnen open en normaal gesproken zien we dan ons prachtige beeld en het mooie uitzicht. En het hele beeld die was ineens weg. En de sokkel waar het beeld op stond, die was ook helemaal omgevallen. Die was te zwaar waarschijnlijk, dus die hebben ze laten liggen. Maar ons mooie bronzen beeld, die vereeuwigde liefde heeft, die stond voor onze liefde voor elkaar. En nog steeds, alleen hij is alleen gevlogen. Dus dat is heel jammer. Ja, de vereeuwigde liefde. Ik vind het sowieso al een prachtige naam voor een mooi beeld. Het is radio. Ja. Zou je hem een beetje kunnen omschrijven? Hoe zag dat beeld eruit? Ja, het beeld was ongeveer... Het was een heel slank beeld. Brons dus. Een beetje groenig, natuurtintig kleur is dat. En heel eigenlijk niet opvallend, maar wel heel sierlijk. En hij is denk ik ongeveer een meter lang. En hij staat dus stond op een sokkel en hij is helemaal, het zijn twee mensen die zich elkaars armen, helemaal in elkaars armen staan eigenlijk, helemaal verliefd zijn. Dus ik weet niet wat iemand anders ermee heeft gedaan en het schijnt, dat horen we van iedereen om ons heen en het gaat als een lopend vuurtje door heel Nederland nu en het schijnt dus dat het brons nu extra veel geld waard is. Dus het zou kunnen dat hij nou ergens op een of andere bij een ijzerboer, wat ik niet hoop natuurlijk, maar het is heel verdrietig. Maar je weet het niet wat ze ermee hebben gedaan. Het moet toch opvallen, hè? Want uit een tuin in Weeën Den Hoorn zo'n beeldje meenemen. Ja. Je moet toch denken van god, dat moet toch iemand gezien hebben? Dat moet toch hebben opgevallen? Ja, je zou het denken, maar het was wel midden in de nacht en dan slapen de meeste mensen. En ik niet altijd, omdat ik dan schilder. Ik schilder dus nu even niet. dat kan ik me voorstellen, Moet ook af en toe rusten. Ja, waarom is dat beeld jou zo ontzettend dierbaar? Ja, mijn vrouw en ik, wij wonen dus... Eerst wonen we in Houwerzijl en nu wonen we in Weeën Den Hoorn, zijn we naartoe verhuisd. En... Het is eigenlijk onze vele liefde wat we voelen voor elkaar. En dat wouden we in een heel bijzonder geschenk, wouden we dat hier dan voor ons. Het is ook niet een goedkoop beeld. En ik denk dat het nog veel duurder is als beeld dan uiteindelijk dat ze het naar de sloop brengen. Maar misschien is het helemaal niet slim wat ik zeg. Maar het is voor ons in ieder geval niet in geld uit te drukken. Want het is gewoon een heel erg emotionele waarde. Ja, het staat gewoon echt puur symbool voor jullie liefde. Ja, voor ons tweeën. En dus het is heel... iedereen leeft ook heel erg mee, hoor. En iedereen doet zijn best. En vindt het maar weer eens terug. Misschien hebben ze hem wel ergens in het water gegooid. Of het is wel echt maar voor het geld. Ik weet het niet. We weten het gewoon niet wat er mee gebeurd is. Nou, laten we hopen dat iemand in ieder geval iets weet. Want jij wil hem graag terug, uiteraard. Hoe kunnen mensen dan helpen en met jou in contact komen? Ja, ze kunnen, als ze iets weten, ze kunnen mij volgen via Facebook. En ik heb ook op heel veel plekken in Groningen, of van die groeps, sites, Facebook en zo, heb ik in Winsum gedeeld, in Eenrum. En dat is allemaal bij ons in de buurt, Leens geloof ik is. Overal, dat mensen die kunnen dan via mijn website of via Facebook contact met mij opnemen. Hè, via Facebook chat of gewoon via mijn website op www.ibipotlatch.nl. En dan gewoon via contact. Als ze iets hebben gezien of iets hebben gehoord, dat zou echt heel fijn zijn. En we willen gewoon heel graag natuurlijk het beeld weer terug. En ja, want wat zou dat voor jou betekenen? Als het beeld weer terugkomt? Ja, dat is gewoon, dat zou heel veel betekenen. Dat is onze liefde. Het is net als mijn schilderijen. Het is niet bijna in woorden uit te drukken. Als ik iets schilder, dan is het ook, je gooit daar alles in, al je liefde in. En als ik het bijna zet, begin ik bijna te huilen, omdat het gewoon zoveel voor ons betekent.
En dat iemand gewoon zoiets doet, dat, ja, dat is gewoon heel erg. Dat er mensen zijn die gewoon echt gewoon op ons erf gewoon ook helemaal komen. En daar echt de hele nacht de tijd voor hebben gemaakt. En ja, ook echt, maar ook, het lijkt ook wel dat ze weten wat ze hebben gedaan. Want het is ook, ja, ik vind het heel bijzonder ook dat mensen dit kunnen doen. Ik kan er gewoon helemaal niet bij. Nee, want ze hebben er echt wel veel werk in gestoken, hè? Want dan moet dan midden in de nacht. En nou ja, zo'n boel zit goed vast natuurlijk ook. Het zit hartstikke goed vast. Want het bedrijf zei het nog wel van, ik kan het niet zomaar gestolen worden. Oh nee hoor, want dit is zo goed vast, dat krijgt echt niemand. Daar moet je er wel heel veel verstand van hebben. Nou, en dus daar dacht ik dan ook aan. Ik denk, nou, deze mensen moeten echt professional zijn. En ja, het schijnt dus dat brons ook best wel gewild is. En ja, helaas. En ze hebben het blijkbaar ook wel, want ze hebben natuurlijk aangifte gedaan bij de politie. En die zeiden ook van, nou, waarschijnlijk hebben ze het wel geweten dat het beeld, hè, dat hier stond. En want ze hebben echt, verder is ook niks kapot, alleen het beeld. En het beeld is weg en de sokkel is, alles lag op de grond en opengebroken. En ja, echt, en wij hebben ook helemaal niks gehoord. Dus dat is ook zo. En zelfs onze honden, die zijn niet aangeslagen. Dus dat is heel raar. Die hebben helemaal niet geblaft, dus dat is ook heel typisch. Maar ja, misschien hadden die net een hele diepe slaap. Ja, maar, het zou kunnen, maar ik vind het ook eng natuurlijk, hè? Zo'n gedachte, hè? Dat andere mensen dan gewoon in je eigen omgeving, terwijl jij ligt te slapen, daar van alles uit je tuin jatten. Nou, dat is best wel eng. En de buurvrouw die vond het ook heel erg, ook vooral voor ons. En de mensen, iedereen die leeft ook mee. En iedereen zegt ook, iedereen is ook waakzaam van, we zullen wel, we blijven alert nu, weet je wel. Want iedereen gaat ook voortaan wel andere, je gaat je huis beter beveiligen en zo. Want je verwacht het niet. Je woont midden op het platteland. Je woont heerlijk rustig. Maar ja, dat is zoiets toch, wat zei je net? Mijn vrouw zegt ook, die zit hier ook aan tafel, maar die zegt ook dat ze waren wel echt op het beeld uit en ze hebben het heel snel gedaan, dus ze wisten blijkbaar heel goed wat ze deden. Ja, ik ga samen met jullie hopen dat we dat beeld toch weer binnenkort weer terug kunnen zetten, daar bij jullie in Wehe den Hoorn. De vereeuwigde liefde. Laten we hopen, succes nog met die zoektocht. En ik hoop dat die inderdaad gauw teruggevonden wordt. Ja, ontzettend lief. En dankjewel. En jullie ook heel veel succes met jullie radioprogramma. Hè? Dat gaat helemaal goed komen. Dankjewel. Ibi Potlatch was dat uit Wehe den Hoorn. Nou, mocht je iets weten over dat tuinbeeld, de vereeuwigde liefde, neem dan even contact met ons op 050 3188 288.